Hey, ik ben Max en vandaag gaan we het hebben over de meest gebruikte schroefdraadstandaarden die worden gebruikt voor afsluiters en andere leidingappendages. Nou, om er zeker van te zijn dat verschillende componenten compatibel zijn met elkaar, zijn de schroefdraden gestandaardiseerd. De drie hoofdstandaarden zijn de British Standard Pipe, oftewel BSP, de National Pipe Thread, oftewel NPT, en de Metric Thread, ook wel de metrische draad genoemd in het Nederlands. De British Standard Pipe is overal behalve in de Verenigde Staten aangenomen. Dit schroefdraad wordt ook wel gasdraad genoemd en is gebaseerd op een 55 graden V-vormige draad met een afgeronde onder- en bovenkant. Er zijn twee soorten BSP-draden. Je hebt de BSPP, die heeft een parallelle draad. Je hebt de BSPT, die heeft een konische draad. Parallel schroefdraad wordt meestal met de letter G aangeduid en de konische draad met de letter R. Nou, de volgende regels zijn belangrijk om te onthouden. De parallelle G-buitendraad kan alleen in de G-binnendraad worden geschroefd. De konische R-buitendraad kan zowel in de G als de R-binnendraad worden geschroefd. Dan heb je nog de National Pipe Thread. Dit is een Amerikaanse standaard. Het is gemaakt op basis van een 60 graden V-vormige draad met afgeplatte boven- en onderkant. Deze standaard wordt veelal gebruikt in Canada en de Verenigde Staten. En ook hier zijn er weer twee verschillende soorten beschikbaar. Je hebt de NPS-draad, waarbij de binnen- en buitendraad parallel lopen. Dan heb je de NPT-draad, waarin de binnen- en buitendraad taps toe lopen. Let er wel op, verwar de NPS-draad niet met de nominal pipe size, want dat is een Amerikaanse standaard voor leidingen. Nou, als laatste gaan we het hebben over de metrische draad. En de metrische schroefdraad was een van de eerste wereldwijd geaccepteerde draadtypen. Het is een V-vormige draad en heeft in tegenstelling tot de andere twee standaarden een flankhoek van 60 graden. Nou, de binnen- en buitendraad zijn ook beide parallel. Metrische schroefdraad is beschikbaar in twee verschillende spoedafmetingen voor een bepaalde diameter. Grove spoed. Deze hebben de standaard spoedmaat en worden het meeste gebruikt. Dan heb je nog fijne spoed. Deze hebben een kleinere spoedmaat. De spoeddiameter moet dan wel worden vermeld in de labeling, zoals bijvoorbeeld een M4 keer een half draad. Geeft aan dat de draaddiameter van 4 mm is en de fijne spoed is een halve millimeter. En wil je nu meer weten over de verschillende draadstandaarden? Kijk dan eens op onze website, Theemsen.nl.